Mijn kinderen komen hier ieder jaar voor een kerstboom. En ik moet zeggen, eerlijk zeggen dat ik een kunstboom heb. Maar ik ga altijd wel mee om een kerstboom uit te zoeken. Op landgoed Duivenvoorde in Voorschoten zijn kerstbomen te koop. Naast een ruime keus aan afgezaagde sparren kunnen geïnteresseerden er ook voor kiezen om hun kerstboom zelf uit te graven. Wij doen dit al jaren. Het is vroeger daar gestart. Toen waren mijn kinderen klein en nu gaan ze met hun eigen kinderen. Dus het is echt een traditie. Voor opzichter Dick de Vlieger is het een bijzondere tijd. Ja, rond de kerst ben ik ook kerstboomverkoper. Mijn voorganger is er al mee begonnen, dus dat is hier al 30, 40 jaar. Verkopen wij hier van oudsher kerstbomen rond de kerst. Die worden hier zelf in deze tuin opgekweekt. En we kopen er ook wat bij, want er is niet tegenaan te kweken. En het grappige is hier dat mensen ook de bomen kunnen terugbrengen naar de kerst. Met kluit, uiteraard. Ze heeft een soort bomenasiel. Zo zou ik het niet willen noemen, maar een soort opvang. En wij proberen het wel weer, dus weer in leven te houden en wederom met kerst te verkopen. Er worden niet alleen kerstbomen verkocht in de kasteeltuin. Ook voor kerstkransen en stukjes kunnen Voorschotenaren in de buitenwinkel terecht. Er wordt uit het hele park alle mooie groenblijvende of bessendragende takken worden allemaal gesnoeid en opgehaald en hier gestort. En wat heel bijzonder is de marentak. Dat is een plant die parasiteert op de appelboom. En er hangt zo'n enorme bos marentak. En iedereen weet dat onder marentak mag je toch zoenen, toch Dick? Mag je zoenen, dus die is heel aantrekkelijk. En hoe je ervoor zorgt dat je tweedehandsboom de kerst overleeft? Kluit vochtig houden en ook niet te dicht bij de kachel zetten. Zodat de overgang wat minder groot is. Eerst even in de schuur en dan pas naar buiten en vice versa. Ja. Dit is mijn soep. Heerlijk. Zo kan je zien dat het van oma is. Vandaag brengen de studenten Joppe en Belies soep rond bij woonzorglocatie De Parelvissers in Leiden. Nee, het was net Zwarte Piet. De 97-jarige mevrouw Klein is er erg blij mee. Die soep vind ik lekker hoor en leuk. Maar het leuke vind ik dat Joppe komt. En ja, dat is jonge lui. En daar kan ik altijd heel goed mee opschieten. En praten en zo. Wat je met die oudjes hier, nou ja. Ik denk dat ouderen over het algemeen toch wel moeite hebben om toe te geven dat ze eenzaam zijn. En wij zullen ook niet zo snel zeggen dat wij aan de deur komen om eenzaamheid tegen te gaan. Over het algemeen zeggen we gewoon van joh, we hebben een lekker soepje voor u. Hoe is het met u? En proberen we meer zeg maar, de nadruk te leggen op gewoon de gezelligheid die wij over willen brengen naar de ouderen. En die gezelligheid begint al bij het maken van de soep. Een dag eerder, ook met ouderen, maar op een andere zorglocatie. We ruiken gebakken ui met knoflook. De kookdagen zelf vind ik het allerleukst. Dan heb je gewoon persoonlijk contact met die oudjes. En ik vind dat, ja, dat vind ik echt schitterend. Ik word er helemaal vrolijk van als ik dat aan het doen ben. En als de soep klaar is, wordt hij met behulp van de bakfiets naar ouderen gebracht die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Ik denk dat het in Nederland een soort van ondergeschoven kindje is. Dat het echt een ontzettend gigantisch probleem is. En dat proberen wij een soort van iets beter te maken. Je voelt je weer een beetje in het leven staan. Hè? Dat je weer jonge mensen om je heen hebt die met je praten. En nou ja, het hoeft altijd niet dat je allemaal hetzelfde denkt. Maar dat je toch ook tegen hem kan zeggen van ja, maar ik vind dit of dat niet leuk. Hoe vind jij dat of wat dan ook? En dat vind ik eigenlijk het leukste ervan. Dat je iemand hebt waar je gewoon mee kan praten. We're watching you too. Hey, hey, how are you? We're watching. Tussen de 50 en 100 studenten verzamelden zich bij het Lipsiusgebouw in Leiden. De 370 slimme camera's die de universiteit heeft opgehangen, zijn volgens de studenten echt van een ander kaliber dan de doorsnee bewakingscamera. Het verschil is dat deze camera's
Dus eigenlijk veel meer waarnemen dan alleen gewoon beelden die door een beveiliger worden gekeken. Die data kan worden opgeslagen, daarmee kan aan de haal worden gegaan door hackers, omdat het netwerk heel erg slecht beveiligd is. En dat is een heel groot probleem. Daarnaast is het bedrijf deels gevestigd in China, wat het ook niet veiliger maakt gezien gegevens. En de studenten staan niet alleen in hun kritiek, want ook een flink aantal universitair docenten maakt zich zorgen. Het is niet noodzakelijkerwijs een privacy schending, maar het punt is dat het de potentie wel in het systeem besloten zit. Dus die camera's kunnen veel meer, met name ook een grote analytisch vermogen. Ze kunnen gegevens van de personen die voorbij komen, zelfs als de persoon niet duidelijk in beeld is, alsnog bepaalde gegevens analyseren, zoals lengte, zoals welke kant je oploopt, of je man of vrouw bent en dergelijke. En daar gaan we toch, daar spreek je toch volgens mij al over privacy schending. Volgens de Universiteit Leiden is er niet goed gecommuniceerd over de komst van de camera's, maar is er verder niet zoveel aan de hand. Ik kan me heel goed voorstellen dat er zorgen zijn. Daar hadden we zelf ook alert op moeten zijn. We hadden eerder moeten communiceren, dus dat zeg ik ook. En dat dat niet goed is gegaan. Het is wel zo dat wij een duidelijke overeenkomst hebben gesloten met de fabrikant van deze camera's. Niemand kan zomaar bij die privacy-instellingen. Dus inmiddels is er wel het een en ander gebeurd. Er is nooit een lek geweest. Er hebben nooit beelden rondgecirculeerd. Er zijn nooit mensen in beeld geweest. Dus dat blijf ik wel zeggen. De Universiteit Leiden is natuurlijk een semi-publiek instituut. En ik denk ook dat het feit dat nu hier deze camera's nu hier geïnstalleerd zijn, en dat wij dat debat nu aanswengelen, ook belangrijk is, omdat het een maatschappelijk debat is. Het is een veel breder debat dan alleen de universiteit. Het is een vraag wat wij als maatschappij willen met de technologie die mogelijk is. En of we datgene wat mogelijk is ook zouden moeten willen invoeren. Vandaag zijn we bezig met de laatste fase van de inrichting van de binnentuin van het oude stadhuis in Leiden. En daar worden vandaag de bomen en de beplantingen ingehezen en de laatste materialen voor de inrichting van de daktuin. Het was eerst een stadhuis waar onder andere ook paspoorten werden uitgegeven. De binnentuin die op dit moment wordt ingericht was voorheen dus volledig overdekt en toegankelijk voor het publiek. En in de herinrichting is de bouw eigenlijk gestart met het slopen van het dak en de binnenplaats, zodat er uiteindelijk ook een patiotuin gemaakt kan worden. De patio krijgt een hele groene inrichting. Er komen heel veel vaste planten en boomsoorten in. En daarnaast hebben we nog twee daktuinen boven de patio die ook ingericht worden met allemaal groenvoorzieningen. Dus het krijgt een hele groene uitstraling. Er komen een paar cornelius en een aantal tulpenbomen. En de meest markante boom is eigenlijk wel de Amerikaanse tulpenboom. Dat is een vrij grote boom die eigenlijk wordt geplant met een knipoog naar de Hortus Botanicus, waar ook eenzelfde soort boom aanwezig is. Het lastige van dit hele project is dat de toegang heel erg beperkt is. Dus dat geldt zowel voor de sloop, de afvoer van materialen, als het inbrengen van nieuwe materialen. En je ziet dat dat alleen met een hoogwerker kan. Dus vandaag worden ook alle bomen en de materialen via het dak ingehezen. Het is allemaal goed voorbereid en de materialen worden zorgvuldig begeleid. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik ben biseksueel en het is gewoon heel belangrijk dat er over gepraat wordt. Over de acceptatie, over problemen die mensen ervaren. Over of geaccepteerd worden of niet geaccepteerd worden. En gewoon de hele dag geeft aandacht naar mensen die op hetzelfde geslacht vallen of transgender zijn. En die gewoon van de gemeenschap deel zijn, wat echt een belangrijk punt is. Verschillende Leidse scholen, waaronder het Bonaventura College, stonden op Paarse Vrijdag stil bij de LHBTI+ gemeenschap. In de lunchpauze werd op ludieke en vooral paarse manier steun uitgesproken naar iedereen, ongeacht of je in een hokje past. We hebben rond de 140 cupcakes gemaakt en versierd. En we hebben ook allemaal roze koeken en snoepjes. Dus als mensen paars aan hebben, dan mogen ze daar wat van pakken. En als ze geen paars aan hebben, hebben we paarse haarspray, paarse nagellak, paarse armbandjes, regenboogsmink en ook nep tatoeages. Is het dit jaar anders dan de voorgaande jaren? Dit jaar hebben we een budget gekregen ervoor. Vorig jaar moest ik alles zelf betalen, want we waren te laat mee begonnen. We hebben meer steun van docenten en van school zelf. En we hebben een heel leuk groep bij elkaar gehaald. Docent Bart van Welsenis kleedde zich voor de gelegenheid ook in het paars. Hij staat dan ook voor 100% achter de actie.
Ja, zeker. Het is heel belangrijk om leerlingen het gevoel te geven dat ze erbij horen. Vanuit allerlei genders en seksualiteiten. Dus zeker een vaksmaatschappijleer leent zich daar erg goed voor. En ik vind het heel belangrijk om ook te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Je merkt dat Paarse Vrijdag een heel belangrijk, bijna instituut is om te zorgen dat mensen zich verbonden voelen met elkaar. En die verbondenheid en die zichtbaarheid, want het is vaak niet helemaal zichtbaar, is toch wel een belangrijk iets. En op een dag als vandaag komt dat naar boven. Het gaat om acceptatie van iedereen. Dat is iets dat altijd aan bod zou moeten komen. Maar zeker op Paars Vrijdag en ook als een deel van de gemeenschap, is van de LHBTI+ gemeenschap, is een heel belangrijk ding voor mij persoonlijk. Dus.